State of Art Menswear is partner van Cars and Characters. Kijk, het is een levenswerk van mijn vader. Het was bij mij natuurlijk al heel snel duidelijk dat ik ook die brandstof in mijn bloed had. Ik weet alleen niet... Dan is er niets mooiers dan mee kunnen doen en het overnemen van dat levenswerk en die jongensdroom. Vandaag het verhaal van de enige overgebleven autofabrikant van Nederland. Gevestigd hier in Lelystad bouwen ze zo'n 50 auto's per jaar. Auto's die je in één naam kunt noemen met merken als Lamborghini, Maserati, Aston Martin, Ferrari, Porsche. Een autofabrikant die geschiedenis heeft geschreven in de racerij. Dit is het verhaal van Donkervoort. Een piepkleine auto uit een piepklein landje bleek een killer. Een sportwagen die Porsches, Aston Martins en Maseratis versloeg. Niet alleen op een rechte weg, maar vooral ook in bochten. En niet alleen op straat, maar ook op het circuit. Geboren uit het brein van een Nederlander en begonnen in een klein schuurtje om vervolgens uit te groeien tot een heuse autofabriek. Familiebedrijf en leverancier van high-tech materialen. Een merk dat de emotie van een auto tot een ware kunst kan verheffen. En een automerk dat pure rijbeleving als hoogste goed heeft. Lekker. Ik denk, doe even rustig aan. Hij is koud. De bandjes zijn koud. Ik ben koud. De vijfcilinder met 415 pk is koud. En dan doe je rustig aan. En dan heb je op droog wegdek wielspin in de tweede versnelling. Dames en heren, dit is de Donkervoort D8 GTO RS. Hij is uniek in de autowereld. Meer dan 400 pk, minder dan 700 kilo. Zoveel vermogen, zo weinig gewicht. En tegelijk zo'n briljante wegligging en acceleratiekracht. En stuk voor stuk worden de Donkervoorts met de hand gebouwd. Volgens de specifieke wensen van iedere klant. Klanten die er ook veel voor over hebben. Want zo'n Donkervoort als deze kost al snel 200.000 euro. Het is dan ook bijna ondenkbaar dat zo'n hyper-exclusief kanon op deze plek zijn oorsprong kent. Hier, letterlijk het huis waarin ik woon, dat is de oude plaatwerkerijafdeling van vroeger. Ja. En deze auto die is dus als een van de weinigen vanuit die tijd blank aluminium gebleven. Dus de meeste werden in een kleur gespoten. Mm-hmm. Maar deze is dus ongespoten, gepolijst aluminium. En dit aluminium is dus letterlijk hier in deze hal met de hand in elkaar geklopt. Dus er is maar één huis voor deze auto en dat is hier. We schrijven 1978, wanneer de jonge Joop Donkervoort begint met het bouwen van zijn ultralichte sportwagens. Eerst verkoopt hij de tientallen en daarna zelfs honderden. In het jaar 2000 verhuist de Donkervoortfabriek van Loosdrecht naar Lelystad. En ook al zijn we ruim 40 jaar verder en is zijn zoon, Denis, een belangrijke factor binnen het bedrijf, Joop loopt hier nog elke dag rond. Joop, ik zie je hier zo met medewerkers rondom deze auto staan. Dan is het blijkbaar een onderwerp van gesprek. Word je er nog wel eens bij gehaald? Nooit. Nee? Nee, nooit. Jawel. Nee, ik doe het nog steeds. Tezamen natuurlijk met Jordi en met Tim en met Bart en nog een aantal anderen. De ontwikkeling. Het ontwerp en zeg maar de fase 0-1, yeah. dat is echt pa. Met zijn jongens, hè, want hij is het al lang niet meer alleen. Juist eigenlijk naar één natuurlijk vanuit de markt de vraag, daar kom ik natuurlijk mm-hmm. in het spel. En natuurlijk op het moment dat de auto er staat en we moeten gaan testen. Zoals je weet, ik heb wel wat meters gemaakt, dus ik kan wel heel goed vertellen van wat doet de auto en wat doet hij juist niet en wat moet hij gaan doen. Yeah. En daar kunnen we heel goed met elkaar en hebben we echt een hele leuke samenwerking. En dus een heel klein beetje... Ja, het is een beetje vermengd, maar mm-hmm. absoluut de spade professor en het brein. Nogmaals met zijn jongens achter het product. In ruim 40 jaar tijd heeft Donkervoort een dikke 1100 auto's gebouwd.
Dat is 1/3 van wat één Volkswagenfabriek produceert in 1 dag. Sommige auto's zijn exclusief, een Donkervoort is hyper-exclusief. Ik overdrijf niet, Denis, als ik zeg dat Donkervoort in het rijtje Porsche, Lamborghini, Ferrari past, hè? Nee, ja, nee. Ja, zeker als het gaat om exclusiviteit en overbodigheid. Maar ja, we zijn natuurlijk wel juist against the mainstream, hè, dus tegen de stroom in. Ja. En wij doen eigenlijk precies dat wat zij niet doen. Ja, en andersom. Ja, ja. Het zijn cadeaus. Ja. En jouw klanten, jullie klanten, doen die zichzelf een cadeau bij de aanschaf van een Donkervoort? Nou ja, dat denk ik zeker. Het leuke ervan is dat je hebt heel veel verschillende type eigenaren. Dus echt zeg maar die gaan voor de exclusiviteit en de mogelijkheid om echt jouw hele specifieke eigen auto samen te stellen. Of juist de eigenaar die zegt van ik heb hem voor op het circuit om juist die Ferraris en Porsches en Lambo's helemaal snot voor de ogen te rijden. Dat kan, hè? Ja, en dat is natuurlijk leuk. Ja, ja, ja. En alles wat ertussen zit is er ook. Ja. En dat is ook letterlijk qua leeftijd. Hè. We hebben eigenaren van 30 en we hebben eigenaren van 80. Wat ze verbindt is de passie voor het pure autorijden. Ja, als je dan een sprintje doet met zo'n D8 GTO RS, doe het dan op een plek waar geen bomen staan. Een sprint van 0 naar 100 gaat in minder dan 2,7 seconden. Dat zijn bijna Formule 1 tijden. En dat maakt hem sneller dan 99% van alle auto's die je kunt kopen. Lekker jongens, jezus, wat gaaf. Deze waanzinnige kicks zorgen voor fans in alle uithoeken van de wereld. Gefortuneerde fans, met vaak een eigen wens. Maar heb je wel eens een klant die met zo'n vreemde combinatie van kleur en binnenkant komt dat je zegt van nou, doe dat maar niet. Ja, je hebt natuurlijk wel eens je twijfels dat iemand komt en het is wat dat betreft is echt zwart of wit. Hè? Dus aan de ene kant heb je de klant die zegt van joh, doe maar wit en wat jij denkt dat het mooi is. Mm-hmm. En aan de andere kant, en dat zie je vaak bij eigenaren die al meerdere Donkervoorts hebben gehad, die echt tot het allerlaatste en kleinste detail de details willen invullen. Zoals deze liefhebber, Leendert van As. Hij komt vandaag zijn hagelnieuwe Donkervoort ophalen. Zijn tweede, want die grijze is zijn vorige. Ja, ik heb hier al maanden naartoe geleefd. Hè. Ik ben de afgelopen maanden ook. Elke maand was ik wel een keer hier. En dus dat ja, helemaal opzien bouwen. En ik ben heel erg met details bezig geweest. Wat op het laatst bijvoorbeeld nog heel spannend was. De auto heeft heel lang zonder wielen of met andere wielen. Ja. Terwijl de wielen moesten het echt gaan doen. En ja, toen heb ik eigenlijk wel ervaren dat. Dat heb ik nooit. Ik ben iemand van keuzes maken, beslissingen nemen en weer door. Maar van de kleur heb ik echt nog lang wakker gelegen. Ja. Ja, ja, ja. Ik heb echt lang geduurd voordat ik echt een mooie kleur groen had. Ja. Wat vinden ze er thuis van? Ik heb altijd gezegd, als ik dan een extra auto, dan wil ik een open auto en ik wil een bijzondere auto. Ja, en dan buiten een klassieker. Ja, als je dat met een moderne auto wil invullen, is er niet zoveel keus gewoon. Nee. Nee, en ik vind een Porsche prachtig, hè, maar ja, dit is veel, veel aparter. Hè. Ja. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Kijk, mijn vrouw zegt wel eens, de eerste keer dat ik in die auto zat, hè, dus dat is nu 4 jaar geleden, 5 jaar geleden. Ja. Toen zag ze aan mijn zicht van ja, dit ga ik niet meer tegenhouden. En je ziet dat wij ook, ja, wij houden samen vakantie met die auto. Hè? En dan ben je echt weer samen en hey, of ik ben samen met een van de kinderen op pad. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Van iemand zoals Leendert, die werkzaam is in de grafische industrie, mag je verwachten dat hij gevoel voor kleuren en contrasten heeft. Maar dat is niet bij alle klanten het geval. En dan komen ze soms met zulke gekke dingen dat je denkt, nou, ik weet het niet dit ja. keer. Ja, en ik weet er ook nog wel anekdotes van vroeger, van toen zeg maar, mijn vader ook nog de commerciële kant deed, die zei dan gewoon nee. Van nee, dat wordt niet mooi, doen we niet. Echt waar? Kan niet. Ja? Dus ik moet zeggen, ik ben daar iets flexibeler in. Tot grote frustratie soms van onze jongens in productie en de techniek die erachter zit. Maar ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat jij... dat jij jouw ultieme Donkervoort kan samenstellen. En of dat dan mijn smaak is, dat is eigenlijk niet belangrijk. Mm-hmm. Maar je probeert soms wel een beetje mee te sturen. Van nou, misschien moet je dan toch een beetje meer die kant ja, op. Precies. Want misschien wordt het dan minder mooi.
Als jouw Donkervoort dan de fabriek uitrolt, ben je meteen onderdeel van een bijzondere groep autoliefhebbers. Om het beste uit de auto te halen, organiseert het merk regelmatig rijvaardigheidstrainingen, toerritten, racecursussen, fabrieksbezoeken en trackdays. Want autosport zit diep in het hart van Donkervoort. In Cars and Characters vandaag het bijzondere verhaal van de enige autofabrikant van Nederland, Donkervoort. Een familiebedrijf gestart door vader Joop en inmiddels met versterking van de volgende generatie, zoon Denis. Bijzondere karakters, die horen bij een bijzondere auto. Het is een auto waarin je helemaal los kunt gaan in superlatieven. Er is geen gelijke. Er is nauwelijks iets dat sneller is. Ja, daar zit er geen kenteken op en dan mag je er alleen maar mee op een circuit. Minder dan 700 kilo. Meer dan 400 pk. Ik heb het geluk gehad om vaker in het Donkervoort te rijden en elke keer als ik in zo'n ding wegknal, dan denk ik het weer. Het is niet normaal. Het is niet normaal. Donkervoort bouwt de volledige auto zelf, maar de motor, die komt ergens anders vandaan. De geschiedenis van Donkervoort staat hier prachtig op een rij. Hè? En ja. Nog een echte met een Ford motor en daarna Audi en dan verderop het nieuwe spul. Ja. Hey, de liefde begon met Ford. En daarna kwam Audi erbij. Klopt. En dan tussendoor nog een flirt hè, met Porsche. Was dat stiekem of voorzichtig? Ja, stiekem voorzichtig en misschien ook niet helemaal 100% serieus. Maar het huwelijk met Audi is natuurlijk wel er eentje die veel heeft gebracht voor ons. Ja. Hoe ontstond dat? Je kunt niet zomaar aanbellen daar in Ingolstadt in Duitsland van joh, doe ons eventjes wat van die motoren. Klopt, nou eigenlijk is het wel zo een beetje begonnen. Dus simpelweg de samenwerking met Ford was eigenlijk heel erg goed. Alleen vanuit hier als kleine speler wilden we heel graag een stukje meer support en een over en weer van informatiestroom. En toen is het eigenlijk letterlijk zo geweest van welke motoren zouden voor ons interessant kunnen zijn, van welke fabrikanten. En laten we dan gewoon brieven uitzenden en kijken wie erop reageert. Er was een wedstrijd geweest op de Nürburgring. Daar was toevallig Dr. Pevken aanwezig. Gewoon de baas van Audi. De baas van Audi. Gewoon voor Audi. En op de maandag daarna lag de brief van ons bij hem op zijn bureau. En had dus toevallig die zaterdag de Donkervoort Cup zien rijden en nog gedacht, hé, wat grappig, Donkervoort, leuk merk. Compact, licht en veel vermogen. De Audi-motor in het Donkervoort blijkt een droomhuwelijk. Inmiddels is de viercilinder uitgegroeid naar een vijfcilinder en steeg het vermogen van 150 naar dik 400 pk. De motor zorgt niet alleen voor ongelofelijke prestaties, maar ook voor een waanzinnig en vooral eigenzinnig geluid. Interesse in jullie en wat ik wel eens begrepen heb, zoveel interesse dat ze eigenlijk Donkervoort wilden overnemen. Ja, klopt. Maar ja, dat heeft een beetje met onze eigen wijsheid van doen. Hè? Dat we, kijk, het is al zo'n jongensdroom en een avontuur. Mm. En het avontuur was nog niet klaar. Ja, het is een levenswerk wat we aan het doen zijn. En dan, ja, wat heeft het dan voor zin om het af te staan? Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat er toen aan tafel wel gelachen werd. Dat grote Audi, wat ook Lamborghini in de portefeuille heeft zitten. En die willen dan ook Donkervoort hebben. Ja, dat is heel waanzinnig, gaaf. Toch? Dat is heel gaaf. Het merk zette zich dan ook wereldwijd op de kaart. Dankzij autosport met zelfs 24 uur races. Ja, 2010 voor het eerst meegedaan. Samen met Peter Cox, die met ons meereed. Echt de Mr. Endurance specialist die ons daar echt een heel mooie stap vooruit heeft gebracht. En toen in 2011 eigenlijk gezegd van nou ja, laten we voor het Echi gaan. Laten we kijken of we kunnen winnen.
qua setup zijn we toen heel erg conservatief gegaan. Gewoon zo min mogelijk slijtage, zo efficiënt mogelijk qua brandstof. En als rijders gewoon zorgen dat we uit de ellende zouden blijven. En nou ja, na 24 uur hebben we dus die wedstrijd weten te winnen. Ja. Dat is natuurlijk echt iets bizars. De auto die voor de winst zorgde, was de eerste Donkervoort die niet open was. Kon een overwinning als deze de start zijn van een nieuw hoofdstuk voor het Nederlandse merk? De versie met dak. Ik vond hem waanzinnig. De eerste keer dat ik zag, ik dacht, oh, dat is het helemaal. Maar niet iedereen dacht er zo over, hè? Nee, wat een ramp, hè, was het. We hebben in totaal 15 gebouwd. Natuurlijk heel weinig. En we kwamen vanuit het D8-segment. Ja, de GT is wel echt de eerste gewaagde design. Ja. En daar hadden we natuurlijk heel veel van gehoopt en verwacht vooral. Maar ja, het is gebleken dat een Donkervoortrijder is er één die van open rijden houdt. Maar het heeft met betrekking tot onze technische ontwikkelingen en innovaties heeft het heel veel tot stand gebracht. Innovaties die ertoe hebben geleid dat er zelfs een nieuw bedrijf werd opgericht. Nou, in de GT was het toen zo dat ik dacht, we kunnen wel een dichte auto maken, maar die moet tegelijkertijd natuurlijk veel torsiestijver zijn. En die moet aan de andere kant niks wegen. Dus we hadden ons als doel gesteld, hij mag 25 kilogram zwaarder worden als de bestaande D8. Op een gegeven moment kwamen we tot wat ideeën en dan zijn we gaan experimenteren. En het heeft nou zeg maar bijna 14 jaar geduurd voordat we uiteindelijk echt iets hadden. En dat echt iets, dat is dit? Dat is dit, ja. Ze hebben het de naam X-Core gegeven. Het is een koolstofvezelcomposiet dat dankzij een unieke sandwich schuimtechniek extreem sterk is, maar amper iets weegt. Het is hartstikke uniek, het is gepatenteerd. Betekent dat dan nu ook dat autoproducenten of producenten van andere objecten bij jullie aanbellen? Dat ze het ook willen hebben? Dat ze het van jullie willen kopen? De belangstelling is ervoor. We hebben die European Innovation Award gewonnen. Ja. Van 2700 bedrijven. Nou, daar zijn we natuurlijk echt wel heel trots op. Dat je zegt, nou, dan hebben we klaarblijkelijk toch iets bijzonders. Ja. Maar dat is het compromisloze, het zo laag mogelijk wagengewicht. Heeft er nu toe geleid dat je nog een onderneming erbij hebt? Ach, je moet het wel natuurlijk in perspectief zien. Ik bedoel, van de 100 ideeën die je hebt, daar lukt er één van. Hè. Denny, ik hoop niet dat je wegloopt. Ik hoop ook niet, als ik deze vraag stel, dat je medewerkers per direct ontslag nemen. En ik hoop ook niet dat de echte autoliefhebber nu de televisie uitschakelt. Maar gaat die motor ooit een keer verdwijnen en krijgen we dan een elektrische Donkervoort te zien? Oei. Kan dat? Oei. Kan dat? Als het emotievol genoeg te maken valt voor ons en vooral voor onze doelgroep, dan zou het wellicht kunnen. Maar kijk, we moeten wel een van de snellere in de wereld blijven. En laten we eerlijk zijn, dat weet jij waarschijnlijk beter dan dat ik het weet. Maar inmiddels zijn al die elektroauto's behoorlijk snel aan het worden. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat jij daar met je ronkende bruller staat. Maar dat je dat niet meer meedoet. Precies. Dus als dat zo is, dan moeten we mee. Ja, ja, ja. En wat zegt Joop? Niet zolang ik hier rondloop, geen elektrische Donkervoort? Joop loopt warm van techniek. Ja. Dus ook dat vindt hij interessant. Ja, misschien wel te interessant. Hmm. In mijn optiek vind ik dat hij het soms al te interessant vindt. Ja? Wiens stem wordt groter? Die van de volgende generatie of die van de professor die na 40 jaar nog steeds niet van ophouden weet? Ja, Joop, het is natuurlijk eigenlijk een beetje ongepast om iemand naar zijn leeftijd te vragen. Maar ja, je hebt hem zelf verraden, want er is momenteel een prachtige auto in ontwikkeling die de leeftijd van jou draagt. Verraad, ja. 70. Ja. Hoe lang ga je nou nog mee, wou je zeggen? Ik vind het lastig om te vragen, maar dat wilde ik wel doen. Dat vind ik ook heel lastig om te beantwoorden. Ja? Het werk op zich is natuurlijk voor mij begonnen als een hobby. En ja, je kan natuurlijk van mij niet verwachten dat ik in één keer mijn liefhebberij aan de kant. Ik ben al mijn pensioen.
Nee, het blijft nog steeds mijn liefhebberij. Ik vind het mooi dat ik, als ik dat zou kunnen doen tot, zal maar zeggen, het einde der dagen. Ja. Deze auto laat zich nog het best vergelijken met bijzondere modellen van Porsche. Dan heb ik het over een GT3, of een bijzondere Ferrari, of een Lamborghini, of misschien een of andere Uber-versie van Maserati of Aston Martin. Maar het is veel unieker. Het is veel unieker dan de merken die ik het nu opdoe. Ik doe eigenlijk Donkervoort tekort als ik zeg dat het een alternatief is voor die gekende merken. Want dat is totaal anders. Het laat zich met niks vergelijken. Dit is Donkervoort en daar is geen gelijke van. Het is razendsnel, maar het is ook... spelen met je leven. Dat is het. Het is spelen met je leven. En dat is ook best leuk, weet je dat? Spelen met je leven. Want waarom zo braaf zijn? Waarom altijd tussen de lijntjes kleuren? Flikker op, doe een beetje gek. Als je de muntjes hebt, dan moet je echt zo'n ding aanschaffen. Als je van auto's bent. Het wordt niet wilder dan dit. Ontstaan uit een hobby en gemaakt voor de hobby. Voor echte rijders die op zoek zijn naar pure rijbeleving. Want dit is een auto die hebberig maakt. Het is de combinatie van ingrediënten, de bijzondere techniek, hoogwaardige afwerking en een continue drang naar innovatie om de beleving naar een nog hoger niveau te tillen. En dat is het succes van Donkervoort. State of Art Menswear is partner van Cars and Characters.